Hey, beste mensen, zijn we weer. Deskam Zwolle, naam is Kasper. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Let's Play Train Simulator 2022 Classic. En we gaan vandaag rijden met deze sprinter van Amersfoort naar Harderwijk. We gaan stoppen te Amersfoort-Schothorst. Amersfoort-Vathorst, Nijkerk, Putten, Ermelo en Harderwijk. Aankomsttijd 11:39. En dan komt een ICM binnen gereden. Dan worden we aan de taak om deze MDDM van Amersfoort naar Harderwijk te rijden. En dan komt daar een ICM binnen. En het zit daar op het verkeerde spoor waarschijnlijk. En waarom sta je daar stil? ICM? Waarom is trouwens mijn beeld zo groen? Ik heb helemaal een groen beeld, lijkt het wel. Wat is hier mis mee? Moet hij daar of zo? Moet hij crossen? Huh? Dat is wel raar trouwens, waarom hij dan hier stil. Oh, daar gaat hij. Had hij hier de wissel overgenomen? Denk ik het wel. Kijk al. Zo, je turbo. Turbotrein. Zo. En de turbotrein op die wissels heen. Ik heb voor mij al wel de update al van deze trein, maar ik heb nog steeds dat die stand turbo is. Deze ICM. En ik zag vandaag bij Bolivius, had ik even gekeken naar een filmpje, die had ook de nieuwe ICM die hij aan het uittesten was. En die had het erover dat hij nu een hele mooie, smooth optreksysteem had, dat hij veel minder snel optrok. Nou, die gaat nog als een Max Verstappen, zullen we zeggen. Ik vind het beeld zo groen. Laat het nou aan mij. Atteburn. Zo. En we zetten vast de handrem eraf. We zetten vast de rem eraf. Dat is weer zo. Volgende stop is dus Amersfoort Schothorst. Dit stukje mogen we 40 km per uur. Ik weet trouwens niet, is het wel een MDDM? Dit is toch geen MDDM? Het is gewoon een SGM, toch? Hoera, oké. We rijden trouwens ook met tuinbonussen vandaag. We rijden een keer carrière mode. We doen er trouwens niet zoveel trouwens, zag ik op het internet. Dus we moeten gewoon zorgen dat we dus geen startpunten gaan halen. Ik moet natuurlijk denk ik wel even vooruit zetten. Dat is misschien handig. Dus dit moet je goed in de raad houden, dat we dus niet in de min gaan komen. Extra bezigheidstherapie. Heb je daar al rood? Serieus? Nee, ik heb groen. Ik vind dat beeld zo groen. Kan natuurlijk ook aan mij liggen, want... Ik heb opgenomen tijdens mijn coronatijd. Ja, ik heb in de week van 5 december, 6, 7, 8, 9 december... moest ik verplicht thuis blijven vanwege een corona-uitbraakje bij mezelf. En in de foto is wel dat ik toen in die periode wel heel veel filmpjes heb gemaakt. Die is trouwens nog een oude seizoen van Amersfoort volgens mij. Dus ik heb wel heel veel filmpjes gemaakt. Zeg je even een bouwwassenmeter. Die heb ik gewoon die hele... serie heb ik gewoon afgemaakt. Dus we hebben nou Power Simulators bij de fleet. Oh, ik ga te hard doen, dus ik ga kasten. Dus dat is natuurlijk wel weer leuk. We mogen hier alweer 120. En dit is trouwens het hart van Nederland route waar we overheen gaan. Eerst op trouwens Amersfoort Vathorst. Moeten we aankomen om 11:16:01. We zijn te laat. Ja, ik spreek een keer carrière mode. Dat is een keer anders. Ik zie namelijk dat eigenlijk geen enkele YouTuber dat doet. Tenminste, weinig zie ik dat. Zoals Bolivius en Bolivius van Koppel op Mouw. Dus ik vond het een keer grappig om dat een keer te gaan rijden. Kijken of we een beetje in de pluspunten blijven.
Zo, in de rem voor Amersfoort Schothorst. Eerste stop. Ik heb als goed nu ook de sound nu heel weer up-to-date gemaakt voor microfoon. Dus als goed mijn microfoon doe ook niet raar mee. Want ik had bij een aantal spellen dat ja, soms mijn stem wegviel. Eerste stop is station Amersfoort Schothorst. Station Amersfoort Schothorst. Ben ik eigenlijk? 1, 2, 3, 6 bakjes. Nou, ik denk dat ik hem zo wel kan inzetten, zo denk ik wel. Naast de ICM. Ja. Ik denk dat hij zo mooi zou denken. Ja, daar staat bordje 6, staat daar. Maar ik denk dat dit wel goed is hoor. Zal ik het even laten zien aan je? Kijk eens. Dit is geen catastrofe. Ik vind het beeld zo groen. Leg het nou aan mij. Alles is groen. Dat kan natuurlijk ook aan mijn gezichtsveld liggen, dat ik een kleine tik heb vanwege de corona. Die heb ik sowieso al, die tik, maar ja, misschien dat de corona het erger gemaakt heeft. Wie weet. Oké. Die niveau is alweer aan het stijgen. Ik was trouwens 16 seconden te laat, zie ik. Ik wist trouwens niet dat hier een ICM hier stopte trouwens. Maar ik krijg wat 200 punten erbij. Dat is heel mooi. En we gaan er even door. Volgende stop is Amersfoort. Varthorst, aankomsttijd 18:20:55, dat moet zijn 8:11:19:30, zeg maar trouwens 18, zeg 8:11. Je ziet daar onderin het beeld, daar zie je de tijden staan. Kijk, verwachte tijd wanneer ik voor het spoorboekje moet binnenkomen is 11:19:30, het is nu 11:19:35, oké. Okay. We zijn alweer redelijk op tijd, zie ik alweer. We moeten door in de 388 punten. We mogen hier 140. Voor de halte is dus station Amersfoort Varthorst. Zonne heeft nog steeds maar twee stations, hè. Ze zijn bij Zonne wel steeds bezig met station Zonne Zuid. Nou, ik weet niet wanneer dat gaat komen. Dat durf ik niet te zeggen. Maar voor mij zijn ze er nog steeds mee bezig. En ja, ik weet wel, want ik woon vlak in die buurt van Zonnezuid. Waar hier trouwens nog de IKEA zit. Even reclame maken. Ja, alles ligt daar verder allemaal al klaar. Maar ze kunnen daar, in principe hoef je daar alleen maar twee betonnen bronnetjes te maken. En je hebt het station. Maar ja, we hebben alleen maar station Zolle Centraal. En we hebben natuurlijk station Stadshagen. Die hebben we niet in Zolle. Van raad trouwens, Zolle is toch best wel een groot knooppunt aan het worden. Je ziet er bij Utrecht hoeveel ze daar nu neerleggen aan stations. Goeie daarin. Maar Zolle heeft nog steeds maar één. Ja, en dan bijvoorbeeld Groningen heeft ook al twee volgens mij. Station Amersfoort Varthorst. Hé, daar is de tegentrein denk ik. Gaat net vandoor. Nu 2 minuutjes nog, ben nu 2 seconden te laat, zeg. Nee! En nu knal ik gewoon bordje 6 binnen voorbij nu. Oh, nu ga ik te hard nu, zie je het? Oh, dan moet hij wel remmen nou, anders hebben we catastrofe. Oeh, gaat de seizoen voorbij. Nee toch? Ik krijg heel punten terug voor, nee toch? Maar iedereen stopt hier ook, zie ik. Kijk, hallo, heeft die zon voorbij geknald. Alles stopt hier. Maar waarom gaat die sprinter dan net al vandoor, die sprinter? Waarom moet die sprinter moet dus officieel toch wachten op deze trein toch? Nee. Laat je een stoptrein, ja, voor een intercity vertrekken. En daar is hij nog rood. Daar heeft hij groen, maar dan moet hij eerst nog doorheen. Dan gaat die waarschijnlijk dan weer op rood, hè? Ja, nu raak ik de rood in en dan heb ik de ja, dan raak ik de rood in. Met hier tot aan, afstand blijft hier achter bibbelen. Niet handig, zeg maar. We mogen alweer vertrekken. Oh,
Ik zeg dat deze wel een behoorlijke strakke tijd... Strakke dienstregeling. Wel een keer leuk trouwens om een keer de carrière-molen te rijden. Ik heb tegenwoordig toch een bende advertentie op mijn mobiel staan waar je u tegen zegt. Ik heb geen idee hoe dat nou kan. Ik hoop dat dus nu het geluid prima in orde is. Ik had denk ik toch iets te veel een timing gegeven. Je kunt dat aangeven wanneer je de microfoon in werking moet gaan zetten. En bij mij was dat vrij hoog, dus ik heb hem nou even teruggezet naar 2 volgens mij. 2 milliseconden en dan gaat je microfoon werken. Dat is denk ik wel een beetje het probleem geweest. Dat is eigenlijk best wel stom voor mezelf geweest, want normaal kijk ik altijd mijn filmpjes even na. Maar de hele Powerwash simulatie game heb ik gewoon niet nagekeken. Heb ik gewoon de hele dag heb ik gewoon filmpjes gemaakt. En ja, achteraf dan ben je klaar met het spel en dan pak je een willekeurig filmpje. En dan kom je tot de conclusie achter dat het niet helemaal goed is. Ja, om dan alles weer opnieuw te gaan doen? Nee, gaan we niet doen. Ik zou ook bij die Powerwash simulatiespel even omzetten dat het geluid soms een beetje kan wegvallen. Het is niet echt storend, maar... Het stoort wel een beetje, maar het is niet echt dat je denkt, oké. Soms dan mis je wat teksten, wat letters voordat ik begin. Bijvoorbeeld, we zijn nu in Eikerk in plaats van Nijkerk. Ja. In de rem, want we moeten in één keer terug naar, ik neem aan, waar moeten we trouwens terug? Hij gaf een ATW aan, 120, oké. Station Nijkerk. Ik zeg dat hij wel een behoorlijke slappe remmer heeft, deze trein. Kom aan nu Nijkerk. Hierna krijgen wij nog Putten en Ermelo. Route die ik vaak vroeger in mijn jeugd reed, deze. Nou, ik denk ook wel dat ik een beetje te vroeg gered heb, denk ik. Het is nog steeds een plus 588, dus dat is alleen maar goed. Ik zit nog steeds in de plus met K punten. Dat ben ik nooit zo goed in Engeland ben ik daar nooit zo goed in, want dan zit ik altijd in de min 10.000. Ja. Ja, dat is echt schandaal soms. Okay, pak potje 6. Hier is de vierde. Ik ben er wel heel erg op tijd, zie ik. Ik moet aankomen om 24, vertrek om 25. Hier een draaibaartje doen, een keertje wat anders weer. Ja? Even een fotootje maken. Even. Dat loopt niet door mijn beeld heen. Nou, instap ik op. Oké, hartstikke goed. Ik heb er ook last van een spastische klok. Waar heb je het nou over? Nou, over die klok daar zo. Dat is de spastische klok van Nijkerk. Kijk hoe dat ding in de weer gaat, joh. Normaal, joh. De spastische klok. We proberen ze al jarenlang wat aan te doen aan die klok, maar niemand heeft het probleem nog kunnen vinden. Hier, de zusjes gaan ook de trein in. Zo. We zitten trouwens in de... Treinstel 2954.
Want die kan ik hier. Oh, gaan we ook even die kant kijken. Oké, leuk. Oh, heb je die aangepast trouwens? Oh, iedere keer zit ik. Ah, weet je, dus laat me staan. Het is gewoon extra trein. Zit niet zo secuur daarin, toch? Let's go. Vol soms trouwens putten. Doe een rondje in de cap view. Passenger view. Dit is de cap view, dit is de passenger view. Extra trein. We moeten ook weer de bordjes vallen trouwens. Niet zo. Ook niet zo. Oh, nu gaan we helemaal naar... Oh, laat maar zitten. Een rondje tot aan putten in de passenger view. Ik hoop dat ze hier toch wel een keer wat aan gaan doen, want iedere keer haalt het bliefje trouwens ook over. Je begrijpt altijd in een gat. Kijk, je hebt altijd een gat, hier ook weer. Dus je hebt altijd een soort van een gat in dat raam zitten. Ja, dan kunnen ze er maar niet uitkrijgen, want dat heb je daar ook in de cabine volgens mij. Maar dat heb je ook bij Astro Powerhouse met het ook hoor. Dat je dan ook gewoon daar in een gat ziet. Dat heb je hier ook weer. Wat? Het is een lange fout is dat. Maar daar zijn ze maar nu wel wat meer aan het doen, want de nieuwe ICM update heeft dat gat al niet meer. Dus dat is zo een goed teken. We gaan voor de 1088 aan punten, ongeveer. Volstop is trouwens putten. En aan deze kant ligt zometeen ook de firma Pellegas. Hé, hey, we hebben een ATP. Omdat ik waarschijnlijk van... Waarom heb ik hier een ATP? Waarschijnlijk gaan we terug van 140 naar 120. Ik denk dat toch hier een aantal baanstukken niet goed zijn. Dat betekent ook dat we dus nu minpunten gaan krijgen. Ik denk dat er hier een aantal baanstukken liggen voor 120. Er rijdt daar aan 140 km per uur. Maar de ATB werkt op 120. Ik denk nu ook dat wij waarschijnlijk nou te laat aankomen in putten. Dat is niet zo mooi. Zekers. Kijk hoor, 120 zeker of niet. Ja, ik denk dat hier inderdaad nog wat spoorlijnen liggen die maar op 120 staan gelegd zijn. En niet op 140, omdat ik wel 140 aangeef. Of de ATB werd hier op 120, kan natuurlijk ook. We zijn nu wel 1 minuut te laat. Nou, een half minuut te laat. Normaal is het nooit zo'n probleem trouwens. Terwijl hier een SLT voorbij komt. Ik denk dat ik in 1 week tijd corona waarschijnlijk wel voor een maand of 3 filmpjes heb gemaakt, denk ik. Dus dat is op zich dan wel weer een voordeel. Ik dacht al een beetje achter met filmpjes maken. Misschien toch weer een klein gelukje bij een ongelukje. Nou ja, ik wil het geen ongelukje noemen, want ik gun je dit niet, echt niet. Hoe is het nou verder terwijl ik corona heb? Nou ja, ik heb een beetje last van een snotterneusje en ik ruik en proef helemaal niks. Echt. De soep smaakt naar koffie, de koffie smaakt naar haché, de boerenkool smaakt naar haché, of naar koffie of naar tandpasta, alles smaakt hetzelfde. Dat is zo raar eraan, alles smaakt hetzelfde en ik ruik ook helemaal niks. Maar dat zeg ik dus, het is eigenlijk al begonnen en ik werd er een beetje mee op de vingers getikt. Ik was aan het koken, maandagavond en ik was bezig met rode kool. En dan doe ik altijd rode kool, maar ik kan het zelf. Dan koop ik gewoon rode kool zelf in. En dan doe ik dan in een pannetje en dan doe ik daar rode wijnazijn in. En het is heel sterk rode wijnazijn. Alleen dat kon ik niet ruiken.
En dat vond ik wel raar. Nu was ik al een aantal dagen aan het slotteren en aan het niezen. Maar kijk maar eens een keer naar mijn livestreams van die afgelopen weekend. En dan praat je over zondag 4, zaterdag 3 en vrijdag 2 december. Dat was niks anders dan niezen en proesten, noem maar op. Ik denk, ik zou gewoon een beetje verkouden onder de leden hebben. Maar ik vond toch wel een beetje van, wacht eens, ik ga toch even testen. Dan kwam ik maar naar avond thuis en ik denk, we gaan even een testformuliertje halen. En toen was hij daar dus positief. Dus, hier zit als het goed is bennengas, alleen er zit niet zo heel veel bennengas hier. Dan moet daar zitten. Maar hij zit wel. Als ik hier doorknallen, als ik nou hier nog, ik zet me hier gewoon neer, want ik ben... ik zet hem niet helemaal goed neer, maar dan probeer ik een beetje om mijn vertraging weer terug te pakken. Ik weet het, ik zet hem nu te vroeg neer, maar dat doe ik alleen maar om mijn vertraging wat op te lossen. Terwijl daar nog een wagen staat. Dat is een goederen treintje. Goederen treintje, leuk. Maar toen werd ik een beetje, een beetje raar van dat. Dus toen dacht ik mezelf, weet je, dus ik ga eventjes toch een testje doen. En toen was ik dus positief. Ik verder nog aan symptomen. Dat heb ik al een keer eerder verteld aan jullie. Wel heel moe. Ik ben ontzettend moe. Overdag slaap ik de hele dag. 'S Morgens kan ik nog wel wat dingetjes doen. Meestal maak ik dan wat filmpjes. En dan s'avonds maak ik wat filmpjes. En dan om een uur of twee ga ik even een poosje liggen. Dan val ik op binnen nooit, dan val ik in slaap. En word ik in ieder geval 6 pas weer wakker. Maar verder, ik heb wel zin in eten. Ik eet s'avonds goed. Overdag gewoon 4 steekjes brood. 'S Morgens een broodje bij de koffie. Je kunt eten wat je wil, maar je proeft niks. Ik heb al een keer extra veel mosterd op mijn brood gedaan voor de kaas. Niks er meer mis mee. Extra veel sambal door de curry gegooid. Proef niks. Dus het begint op een gegeven moment wel te branden in je mond. Dan denk ik, waarschijnlijk heb ik iets te veel peper en zout op je eten leggen. Heeft geen zin. Want je proeft niks. Koolstofstrans, Ermelo. Hebben we weer redelijk de vertraging alweer teruggepakt. Mag ik hier nou nog 620 in? Ik denk het haast wel. Kijk hoor. Ik denk nog 6 dat ik hier die 120 mag. Zo. Het ziet eruit dat ik hier inderdaad nog 620 mag. Ik vind het jammer dat ze deze route trouwens niet in zijn geheel hebben gemaakt. We kunnen wel rijden tot aan het einde. Dan zal ik hem hierna dus van Harderwijk terug te moeten gaan naar Zwolle toe. Kan ik wel even kijken of ik daar een activiteit voor kan vinden even. Moet ik even naar Dutch Sims toe. En dan kunnen we hem daarna even doorrijden. Hoe is het er ook al volgens mij? Voor ik er zo eentje gemaakt volgens mij. Ik kan even kijken of ik dat aan je kan vinden. Dan doen we volgende week dan het vervolg van deze route. Dan rijden we door vanaf Harderwijk terug naar Zwolle toe. Dan zit je volgens mij op een. Dan zit je wel op een andere. Op een andere baan. Ik vind het jammer dat ze deze niet doorgetrokken hebben. Vind ik wel jammer. Oké. Kom aan in Ermelo. Heeft nog een vriendje van mij hier gewoond. Ook een goede band mee. Misschien een beetje te goede band. Ik was een collega van 7 is een hele goede vriend van mij geweest. What's which? Jana heette ze. Jana. Die woonde hier ook. Station Ermelo. Ik ben nog een keer geweest. Misschien trouwens wel wat ICM's die hier voorbij knallen hier. Het is trouwens wel de... Uiteraard de buurt dat altijd die ICM's voorbij knallen hier ook. Toen nog die lijn van Zwolle naar Lelystad was.
altijd 3-4 ICM's achter elkaar aangekoppeld. En huppakee. 10 trein maakt gewoon een beetje rare bijgeluid, moet ik zeggen. Nou, ik ben nu nog 6 seconden te laat. Dus oké, het is weer redelijk goed. Hierna krijgen we trouwens aan de wijk. Komt net niet aan. Het is wel een goederentrein. Maar maakt niet uit. Heel leuk. Nice. Een klein goederentrein trouwens. Maar goed. Eeuw. Maar ja, dat mis ik hier wel een beetje. En ik mis ook uiteraard hier natuurlijk Vos. Hè, volgens logistiek. Met die brute 1200 ervoor. En die brute diesel die er achter stond te brullen. Vos Logistics. Moreen die voor maar 2 keer op een dag volgens mij. Vos Logistics. Maar ook brute treinen waren hoor. Poststopstraat Harderwijk. En ook dat tevens weer het eindpunt van deze route. Ook tevens het eindpunt van deze scenario. Nee. Ja. Ga ik nou even kijken of ik dus nog een rondje Harderwijk naar Zwolle kan rijden. Die zou het toch ergens zijn toch? Nu maar van wel. Rijd die er even door. We moeten dus plaatsen. Hebben we wezen op het Harder Nunspeet. Harderwijk, Ermelo, Putten. Nee, kerk. Dat was hem. Ook een keer gereden met de deskcam. Een stukje. Ik ben al een keer in Wezen geweest met de deskcam. Al een keer in het Harder geweest met de deskcam. Maar niet in Harderwijk. Maar ik ben straks ook nog steeds de lijn naar Apeldoorn, toch? Nee, die is er ook al. Ja, je zou dus eigenlijk vanaf Amersfoort helemaal kunnen rondrijden nu, neem ik aan. Ja, je kunt helemaal rondrijden. Dat is wel een keer grappig om dat een keer te doen trouwens. Als livestream. Rondrijden, ja. Amersfoort, Zwolle, Zwolle, Deventer, Deventer, Apeldoorn, Apeldoorn, Amersfoort. Rij een rondje. We komen dus ook aan in Harderwijk. Voor Harderwijk hebben we nog de Lus van Harderwijk liggen, of dan de bocht. Die heeft ik 110. We hadden vroeger nog plannen om die bocht eruit te halen, maar er is ook nooit is daar wat aan gedaan. Ik weet ook niet dat de rijstaat ook zo drastisch niet werd verminderd dat ze dat toen niet hebben gedaan hebben. Maar ook was ik plan geweest om die bocht eruit te halen, deze bocht. Dat was spier nu. Correct me if I'm wrong. Ik dacht eigenlijk wel. Ga ik even kijken of ik nog een scenario kan vinden voor de route Harderwijk naar Zwolle toe. Zou misschien wel een andere trein zijn dan misschien wel. Maar dat maakt op zich niet zo gek uit. We hebben toch dan helemaal in zijn geheel gereden, deze route. Stopt dus nog Nunspeet, Tadde en Wiesep. Hier komen we aan in Harderwijk. Station Harderwijk. Station Harderwijk. Het zal ook een zachte wijk zijn trouwens. Harderwijk. Hier, mijn pakketjes er. Pakketjes er. Ja, ik heb nog een versnellingsbakje gekocht voor mijn stuur. Oké. Harderwijk. Eindpunt van deze route. En deur gaat alweer dicht. Dit was het voor nu. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze video. In één keer sta ik hier in één keer dicht lang stil hier. Ik weet niet of dat weer de reden van is, maar... Wil je mij leren? Kijk, gaan we hier wachten. In totaal 982 plus dan nog 200. Ja, dan hebben we zat die 1000 gehaald. Dit was het scenario als Amersfoort naar Harderwijk. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze video. Laat een blauw duimpje achter om te abonneren. Hier loopt die bel, dat wordt net gedaan. En wij zien elkaar weer bij een nieuwe Deskcam video hier op Deskcam Zwolle. Ik zeg voor nu de groet toedels en een dikke dag. Tjadabakko, hoi.